Fijn dat u kijkt thuis. Vanuit de Hoge Raad in Den Haag heet ik u van harte welkom bij de eerste van een reeks speciale vrijheidscolleges in samenwerking met Slot Loevestein. En in deze vierdelige serie kijken we naar de erfenis van Hugo de Groot. En dat doen we met vier eminente sprekers vanuit zeer bijzondere locaties. En dit is er dus één van. Mijn naam is Nicole Terborg en ik ben uw gespreksleider vanavond. Ja, Hugo de Groot, geboren in 1583. Echt een wonderkind. Op zijn achtste schreef hij al gedichten in Latijn. Op zijn elfde werd hij toegelaten tot de universiteit. En hij schreef niet alleen gedichten, ook theologische verhandelingen. En natuurlijk heel veel juridische en historische boeken. En internationaal was hij bekend als een briljant jurist en wordt beschouwd als een van de grondleggers van het volkenrecht en zeerecht. Dus toepasselijk dat we hier mogen zijn om voor de aftrap van deze reeks vrijheidscolleges. Ja, hoe ziet vanavond eruit? We beginnen straks met het vrijheidscollege van historicus Herman Pleij. En daarna, daar zit hij al, zal Hugo de Grootkenner Henk Nelle kort op het college reageren. En daarna kunt u vragen stellen, dat kan hier in de zaal, maar ook thuis kunt u vragen stellen. Dat kan via vrijheidscolleges.nl en dan via de chatfunctie. En doe dat ook, want we willen heel graag weten wat u wilt weten. Maar nu eerst. Sinds november vorig jaar is ze president van de Hoge Raad. En wij zijn ontzettend blij dat dit vrijheidscollege op deze locatie mag plaatsvinden. Hier is Dieneke de Groot. Dames en heren, goedenavond. Mijn naam is inderdaad Dieneke de Groot en het klopt. U hoort mij niet en hoort u mij nu wel? Ik stond niet voor de microfoon. Ik begin opnieuw. Dames en heren, goedenavond. Het werd al gezegd, mijn naam is Dieneke de Groot. Ik ben sinds 1 november 2020 president van de Hoge Raad in dit gebouw. Van harte heet ik u welkom in dit gebouw van de Hoge Raad der Nederlanden, bij dit vrijheidscollege over Hugo de Groot. En ook een hartelijk welkom aan degene die via de livestream kijken en luisteren. Dit welkom spreek ik niet alleen uit als president van de Hoge Raad, maar ook als ambassadeur van het Hugo de Grootjaar 2021. Want zoals u alle weet, op 22 maart was het 400 jaar geleden dat Hugo de Groot op spectaculaire wijze in een boekenkist wist te ontsnappen uit Slot Loevestein. Daarom heeft Slot Loevestein dit jaar uitgeroepen tot Hugo de Grootjaar. En toen de vraag op mij afkwam of ik ambassadeur van dit jubileumjaar zou willen worden, was het antwoord gauw gegeven, ja. En waarom? De Hoge Raad is al vele decennia met Hugo de Groot verbonden. Hij wordt beschouwd als een van de grootste juristen ooit. Een voorbeeld voor wie lid was, is en zal worden van de Hoge Raad. Sinds 1938 is zijn standbeeld een van de zes beelden van rechtsgeleerden uit het verleden die voor de gevel van de Hoge Raad staan. U bent er vanavond langsgekomen. Zijn spreuk, ubi judicia deficiunt incipit bellum, staat in grote letters op de muur die deze grote zittingszaal scheidt van de hal. En van deze spreuk bestaan uiteenlopende vertalingen, maar één ervan luidt: waar rechterlijke beslissingen tekortschieten, begint geweld. Sinds 1938 draagt de Hoge Raad deze spreuk in zijn gebouwen met zich mee. Van 1938 tot 1988
sierde de spreuk de grote zittingszaal van ons gebouw aan het plein in Den Haag, in goud gebeiteld op de achterwand van groen marmer. Die panelen van deze achterwand met de spreuk staan nog steeds op die plek van toen aan het plein, maar dat is nu in de Statenpassage van de Tweede Kamer. En hopelijk overleven ze de renovatie van het Binnenhof. Een exemplaar van Hugo de Groots beroemde werk, De Jure Belli Ac Pacis uit 1625 over het recht van oorlog en vrede, ligt in de vitrine aan het einde van de hal in dit gebouw. En de schilder Helen Verhoeven heeft Hugo de Groot uiteraard ook een plekje gegeven in het grote schilderij dat hiernaast in de ontvangstruimte hangt. Op mijn werkkamer hangt een portret van Hugo de Groot dat de presidenten van de Hoge Raad aan elkaar doorgeven. En het is natuurlijk wel een bijzonder toeval dat mijn achternaam ook de Groot is. Maar voor zover bekend, geen familie. Redenen genoeg om ons als Hoge Raad graag te verbinden aan het Hugo de Grootjaar. En voor vanavond aan u gastvrijheid te bieden voor het Vrijheidscollege van Herman Pleij. Maar je hoeft geen jurist te zijn om de grote betekenis van Hugo de Groot voor onze tijd te begrijpen. Alleen al het levensverhaal van Hugo de Groot maakt duidelijk hoe belangrijk het is dat wij ons blijven inzetten voor vrede, vrijheid en recht. Hugo de Groot dacht zijn land te dienen, maar hij werd om zijn overtuiging vervolgd. Hij vond dat hij geen eerlijk proces kreeg. Hij kreeg levenslang en hij kon na zijn ontsnapping zijn eigen land niet meer in. Iemand die zoveel voor het recht heeft betekend, heeft in zijn eigen land geen rechtsbescherming ervaren toen hij die zo nodig had. Ik zie ernaar uit dat Herman Pleij ons vanavond zal meenemen naar de tijd waarin Hugo de Groot leefde. Ik wens u allen, thuis en hier in de zaal, een leerzame, mooie avond toe. Dank u wel. Dank, Dieneke de Groot. Dan is het nu tijd voor het Vrijheidscollege. Hij is onder andere bekend vanwege zijn studies naar de burgermoraal en de Nederlandse identiteit. En schreef ook veel over Nederlandse literatuur. Denk aan publicaties als Dromen van Cocagne, Moet kunnen, Zucht naar identiteit en Oefeningen zijn laatste in genot. Herman Pleij is cultuurhistoricus en emeritus hoogleraar middeleeuwse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is met pensioen, maar ik hoorde net dat hij nog steeds een kamer heeft op de UvA. Heel fijn. Ja, het komend half uur schetst hij de rechtsstaat en de roep om vrijheid in een cultuurhistorisch perspectief. Hier is het Vrijheidscollege van Herman Pleij. Dames en heren, goedenavond. Ik hoop dat u het goed kunt horen overal. Ja, ik zie geen protesten. Ik ga het met u hebben over vrijheid. En dat staat in onze tijd zeer in de belangstelling. En ik begin met de constateringen. Die kan ik doen omdat ik dat heb meegemaakt. Dat de roep om vrijheid, om meer vrijheid, in de jaren 60 en 70 iets was wat hoorde bij links en bij progressief. En bij niet alleen studenten, maar ook, het werd veel algemener. Maar het zat altijd in die hoek. En men wilde allerlei dingen. Het gezag der vaderen werd verlaten. De verbeelding moest aan de macht. En men wilde meebeslissen op allerlei punten. En men wilde minder beknottingen hebben. Men wilde de pil moest er komen. Er werd gedemonstreerd door de vrouwenbewegingen. Vooral in studentenkringen was dat. En er werd gepleit voor het gebruik van verdovende middelen. Er moest op seksueel gebied veel meer mogelijk zijn. Bloot in de film, in de literatuur. Er moest vrijelijk gepraat kunnen worden over het Koningshuis. En vrijelijk betekende dan in ridiculiserende zin, of in spottende zin, of in kritische zin, satirische zin. Het was een roep om vrijheid. En of dat nou erg zorgvuldig was, daar gaat het mij nou niet om. Het gaat mij erom dat het hoorde bij progressief en links, zoals dat in die tijd nog goed aangeduid kon worden. En dat is dus in een halve eeuw naar rechts verschoven. Maar het is nu vooral een begrip
dat men aan de rechterzijde van de samenleving in de mond neemt. En dan nu ook een stuk forser. Die beweging in de jaren 60, 70, waar overigens een aantal ernstige botsingen ook bij voorkwamen, laten dat niet uitvlakken. Maar die had toch een grondtoon van ludiek. Ludiek. Autoriteiten waren daar niet aan gewend, de politie was daar niet aan gewend. En die werden uitgedaagd bij het Lievertje in Amsterdam. Er waren demonstraties tegen Vietnam en dan was men heel inventief. Hè. Je mocht niet zeggen Johnson moordenaar, was een vriend staatshoofd. Nou, dan zei je Johnson molenaar, hè. Dan konden ze je niks maken. Onzin natuurlijk, want een beetje rechters kan onmiddellijk vaststellen wat de intentie is achter Johnson molenaar. Enfin, men was inventief, krenten, bloemen, er werd van alles verzonnen. En dat is weg. Dat waar het nu terecht gekomen is, en dat noem ik voor het gemak maar rechts, die aanduidingen functioneren niet echt meer erg bevredigend, maar het is wat lastig om daar wat nieuws voor te vinden, maar het zit aan de rechter. En dan bedoel ik niet speciaal de ultra-rechtse bewegingen, die zich hier ook erg mee bemoeien, maar het zijn toch ook mensen die zich om allerlei redenen zorgen. Maar hun opvatting over vrijheid is, als je het mij vraagt, wel erg curieus. Want die opvatting is dat vrijheid in een soort autonomie betekent. Dat je het recht, het democratisch recht, dat nemen ze ook in de mond heel vaak. Het is mijn democratisch recht om mijn vrijheid op te eisen. En dat is uit een soort autonomie. En wat daarin treft, is dat een merkwaardige opvatting is. Want volstrekte autonomie als democratisch recht bestaat niet. Het begrip vrijheid is relatief. Het is relatief. Het verandert in de loop der tijd in allerlei richtingen. En er worden grenzen getrokken. Ze hadden in de jaren 60, 70 bij die revolutie, hadden ze het, zo werd dat genoemd, hadden ze het niet over de beperkingen die je anderen oplegde. He, jouw vrijheid houdt op bij de vrijheid van de anderen. Dus dat zijn de grenzen. Dat was helemaal niet in debat. Achteraf kun je zeggen dat de mensen die zich bedreigd voelden door de eis om meer vrijheid op allerlei terreinen, dat die toch ook zouden kunnen ervaren dat de grenzen overschreden werden in hun richting. Maar waar het mij om gaat is dat dat geen discussieonderwerp was. Daar werd niet over gesproken. Terwijl nu dat heel nadrukkelijk gestipuleerd wordt en terecht van de vrijheid van jou houdt op bij die vrijheid van ander. En dat is een grens en die grens die verandert. En dat weten we allemaal. Want als je ziet wat er in de jaren 50, 60 niet kon, om het zomaar te formuleren, en wat inmiddels wel kan. Denk aan geloof, uitspraken over geloof, ridiculisering van geloof. Denk ook aan het Koningshuis, denk aan cartoons, af aan die hele wereld. Die eiste men op. Maar er was een situatie in de moderne tijd dat het bijna exclusief nu gaat over ik ben autonoom en ik bepaal wat ik doe. Dat relatief is heel bekend, ook andersom. Er was in de jaren 60, 70 was er een opvatting over pedofilie die in de sfeer lag van dat is modern leven, dat is progressief. Er waren Franse Nouvelle Vague-films die dat, dus elitaire kunstuitingen die dat min of meer verheerlijkten. Er was literatuur die ervoor pleitte en daar zie je iets dat die grens nu heel nadrukkelijk teruggeschoven is en getrokken wordt. Want daar willen we eigenlijk niks meer van weten, van pedofilie. Dus die opvatting over vrijheid is relatief, is betrekkelijk. En je kunt je afvragen waarom waar dat eigenlijk vandaan komt. Dat nu ineens, of ineens, het is een beweging die je wel al langer, dus ook voor corona kan zien aankomen, dat met de vuist op tafel slaan en eisen dat je aan je trekken komt. Het heeft naar mijn mening veel te maken met deconfessionalisering, ontzuiling. Dus de kaders, de vertrouwde kaders zijn verlaten door heel veel mensen. Ze zijn niet minder spiritueel geworden, maar heel veel mensen hebben dat verlaten. En die een concreet geloof
Dat is kenmerkend voor alle geloven en zelfs voor het socialisme, dat men aankondigde de geloven in het hiernamaals, dan zou alles rechtgetrokken worden, dan zou alles op zijn plaats komen, dan al het onrecht dat had plaatsgevonden, dat werd dan geregeld. Het socialisme kondigde het arbeidersparadijs aan. Dat kun je bijna niet meer voorstellen, maar dat was in het begin van de 20e eeuw heel reëel. Dat zou gewoon aanbreken op aarde. En dan was er ook volstrekte harmonie enzovoort enzovoort. En die situatie, die concreetheid in zo'n belonend hiernamaals wordt eigenlijk door vrijwel niemand meer aangehangen. Men heeft allerlei ideeën over wat er in het hiernamaals zou kunnen plaatsvinden. Maar die concreetheid van beloningen rechttrekken, dat is in hoge mate is dat verdwenen. En dat heeft ertoe geleid dat men steeds meer op aarde gericht is. Ik moet hier en nu scoren, want later is te laat. Later, het is er niet meer later in die concrete zin. Ik moet het hier en nu doen. En dat geeft aanleiding tot populisme. Populisme dat zegt, het is niet jouw schuld dat je niet aan je trekken komt, maar het is de schuld van. En dan wordt er een opsomming gegeven van, inclusief de nieuwkomers. Dat was gelukkig een beetje weggevallen. In het begin was dat nogal sterk. Maar het is de schuld van anderen. Nou, dat is populistische politiek. En dat is een verontrustende ontwikkeling die in die richting voortgaat. Die verkeerde interpretatie, en als ik aan de kerken denk, dan beroept men zich daar op de scheiding van staat en kerk. En dat is een zeer groot goed. En daar loopt Nederland in voorop. Nog zelfs de lage landen hadden dat al. Maar bij de opstand, scheiding van kerk en staat. Maar dat betekent niet dat ze evenwaardig zijn. Dat betekent niet dat de kerk een autonome staat in de staat is. De staat heeft een veel ruimere taak. En de staat, dat zijn wij trouwens, want wij hebben die staat gekozen. Die staat die moet zich om allerlei zaken bekommeren. En een van die zaken, en dat is erg vervaagd de laatste tijd, een van die zaken is het algemeen goed. Het algemeen belang. Le commun bon, zoals ze in de lage landen in de middeleeuwen zeiden. Het algemeen goed. De staat, de stadsregering, maar de staat hebben als opdracht om te zorgen dat de bevolking het welvaart, het goed heeft. En dat kan ertoe leiden dat er beperkende maatregelen worden opgelegd, ook aan de kerken. Want als die zich zo gedragen als een autonome staat binnen de staat en zeggen van ja, het kan wel zijn dat je hier allerlei beperkingen moet hebben, maar in de kerk ligt het anders. Wat overigens nooit verder toegelicht wordt, maar in de kerk ligt het anders. Ik hoorde een Blauwtzoen, die ook een vrijheidscollege geeft binnenkort, de zanger. Die zei, die komt uit de Pinkstergemeente en die heeft dat allemaal meegemaakt. Die hoorde ik zeggen van, hij zegt, dan kan ik ook wel zeggen dat ik met mijn band en met mijn publiek is ook anders. Daar ben ik ook heel, heb ik ook een intieme relatie mee als ik optreed. Dat is van groot belang. En dus die claim van, dus ga maar een anderhalve meter en dat en dat en dat en zo en zo. Maar bij ons is het anders. En dan doe je de deur dicht en dan ben je een staat op zichzelf. En dan ga je voorbij aan het algemeen goed, het algemeen belang. En het algemeen belang is de taak van de staat. En daar, dat kan ertoe leiden dat de kerk ook beknot wordt in bepaalde gedragsvormen. Zoals wij overal beknot worden. Ja, en dan zeggen ze ook, ja, maar hoe gaat het dan? Want we hebben wat dat betreft relatief een hele goede democratie, een getrapte democratie. Wij kiezen degene die voor ons kiezen. Dat staat populisme een beetje in de weg. We hebben geen rechtstreekse dingen van commissarissen en dat soort zaken. En wij hebben een onafhankelijke rechter. Die over die grenzen, er moeten grenzen getrokken worden. Dat doet de overheid, maar die laat zich adviseren door de wetenschap. Dat is wat we nou anderhalf jaar, waar we met onze neus bovenop hebben gezeten, hoe dat gaat. En dan krijg je uit die hoek krijg je te horen van, ja, maar wetenschap is ook maar een mening. Buitengewoon gevaarlijk. Buitengewoon. Een volstrekt onbegrip van wat wetenschap is. En dat doet niks, heeft niks te maken met het vak, maar wetenschap is trial and error. En dat betekent dat je je ook vergist. Dat is wat je studenten leert. Ja, studenten leren je bijna dat ze zich ook moeten vergissen. Ze moeten niet reproduceren. Ze moeten zelf dingen gaan bedenken. En dat betekent dat het fout gaat. En dan moeten ze opnieuw. En dan moeten ze veronderstellingen ontwerpen. Die moeten ze toetsen aan materiaal. En dat gaat soms fout. En dan krijg je discussie. Want wetenschap is discussie. Hè? Soms felle discussie. En dan gaan mensen ook flink tegen elkaar tekeer.
En op een gegeven moment ontstaat er een meerderheid, een overtuiging, dat we toch die kant op moeten. En daar gaat de overheid dan mee aan de gang. Want dat is de taak van de overheid om dat te doen. Dus het is niet zomaar een willekeurige mening. Nee, dat is het fundament op grond waarvan je dat soort beslissingen neemt. Weer een voorbeeld van die autonomie hebben we net, ik las dat vanochtend in de krant of gisteren, van dat orthodox-christelijke scholen dus het recht opeisen om hun kinderen te leren. Er zijn leerboeken dat homoseksuelen ziek zijn en dat je die kunt genezen. Nou, daar is al meermalen opgemerkt dat dat in strijd is met mensenrechten, jongerenrechten. Maar dat kan je niet zomaar, de staat moet zich daarmee bemoeien. En de rechter doet er een uitspraak over. Als je zegt, ik ben het er niet mee eens en een verkeerde opvatting, dan kun je een geding aanspannen af en dan kun je alle kanten op. Want wij hebben een zogenaamde rechtsstaat en daar zijn je mogelijkheden om te protesteren. Zoals je ook kunt demonstreren. Er zijn allerlei demonstratiemogelijkheden, dus dat is niet beperkt. Maar die vreemde opvatting over autonomie, volstrekte autonomie, is mijn democratisch recht, is uiterst curieus. En als onze scholen wat te doen hebben de komende tijd, en die hebben ontzettend veel te doen, want onderwijs is buitengewoon belangrijk, dan moeten ze het over deze dingen hebben ook. Want kennelijk begrijpen heel veel mensen dat allemaal niet. Ik ga naar Hugo de Groot. Deze lezing gaat niet over Hugo de Groot, hoor. Dat is inmiddels wel duidelijk. Maar Hugo de Groot speelt daar uiteraard een rol in, omdat, en dat is al verteld en goed toegelicht, het een wel heel bijzonder iemand is, waarbij het altijd lastig is, daar word ik altijd zelf een beetje kriegel van, dat die boekenkist gaat er altijd voor staan. Dat heeft vele generaties heeft dat verhinderd om vervolgens eroverheen te kijken en vast te stellen en te horen dat dat een hele bijzondere, briljante jurist is die tot de topjuristen aller tijden behoort. Hè? Maar ja, het is natuurlijk spectaculair in die boekenkist, maar laat het alsjeblieft niet daarbij ophouden. Hè. Daar begint het. En het heeft natuurlijk veel met zijn leven te maken. Ik las trouwens laatst ergens dat er 4 boekenkisten zijn. Allemaal echt. Dat is overal. Er zijn ook stokjes van Oldenbarneveld, zijn ook een heleboel. En zelfs de voorhuid van Christus zijn er 7 van bekend. Als een reliek. De Onze Lieve Vrouwenkerk in Antwerpen heeft er 1. Aken heeft er ook 1. En verder in Zuid-Amerika. Want Christus had weinig achtergelaten op aarde. Vandaar dat men zich daartoe moest beperken. Ik ben nu in een andere lezing beland. Dus ik ga nu terug naar de boekenkast. En ik stel met u vast, en dat is eigenlijk een beetje het tweede deel van mijn verhaal, dat hierbij aansluit, dat het vrijheidsbegrip bij Hugo de Groot bijzonder bepalend is geweest voor hoe in Nederland tot en met nu die vrijheid wordt opgevat. Wij zijn een koopliedennatie. Dat moet je altijd heel goed vasthouden. Wij zijn burgers-kooplieden. En vanaf de 14e eeuw in die lage landen voor de opstand, eind van de 16e eeuw, zijn die burgers, die kooplieden, die zijn de baas. Die maken de adel, de bestuursadel van zich afhankelijk en die geven privileges en voorrechten enzovoort. En dan kunnen ze concurreren, handel drijven, die steden enzovoort enzovoort. Dat is de wereld waar Hugo de Groot in zit, met zijn juridische uitspraken. Hij is de eerste die zegt dat in zijn jaarboeken, dus hij was ook historicus, hè, hij schreef ook geschiedenis van de opstand. In zijn jaarboeken zegt hij dat de aanleiding voor de opstand, het begin van de 80-jarige oorlog, niet het geloof was. U weet, dat is een discussie die nog steeds gevoerd wordt. Hè. Wat was nou primair bij die mensen die in opstand kwamen? Eerst in het zuiden, toen de beeldenstorm, denk maar. Wat was nou primair? Hugo de Groot neemt aan het begin van de 17e eeuw een zeer beslist standpunt in. Hij is de eerste die dat doet. Hij zegt, de aanleiding was handel, privileges. We wilden die privileges niet van. En ze hebben de godsdienst gebruikt om hun argumenten te versterken en de strijd te versterken. Maar de aanleiding was, ze pakken onze centraal bewind. Onze opstand was een regressieve ontwikkeling. Dat was geen revolutie. Dat was regressief. Men wilde vasthouden wat uit de middeleeuwen stamde. En dat waren die voorrechten en privileges die allemaal geschonken waren in ruil voor. Soms gewoon werd ervoor betaald. En dat is wat Hugo de Groot begin 17e eeuw vaststelt. En dan begrijpt u die enorme conflicten die dan ontstaan tussen de remonstranten en de contra-remonstranten. Hij hoort dus bij de gematigden, de relativerende beweging. Dat heeft Oldenbarneveld zijn hoofd gekost en hem bijna ook.
waar moet je nu vaststellen? Welke kant moet dat nou op? Mensen die steeds harder gaan schreeuwen, hun democratisch recht willen, en dat betekent dat ze alles willen doen, zeggen wat ze kunnen. Racistische uitspraken hoort er ook bij, dat moet je allemaal kunnen zeggen. Het is duidelijk in de zeer teleurstellende formatie. Niet vanwege de lengte, hoor. Dat komt wel meer voor. Dat is helemaal niet erg. Wij zijn poldermodel. Er is helemaal niks op. Dat is het welvaartsmodel is het poldermodel. Maar de teleurstellende gebakkelei en het onbenul en nou, al dat soort dingen. En dan heb ik nog niet eens over Hoekstra, maar dat laten we nou maar even zitten. Maar je zal toch leider van een partij worden die als een van de hoofdpunten heeft de verkleining van de kloof tussen arm en rijk. En dan ben jij de leider van die partij. Ja, het geldt niet voor mij. Maar we zijn er helemaal voor. Het punt is, en dat merk je, dat kon je eerst beluisteren bij Sigrid Kaag. Er moeten nieuwe ideologieën komen. Er is geen houvast. Het spat alle kanten op. Iedereen pakt zijn eigen voordeel. Verhuftering. Hè? Dat is een woord dat je ook veel hoort. En er moet weer inhoud komen. Dat is wat Remkes ook zei. Hij zei op zijn, ik ga hem niet nadoen, maar ik kan het bijna niet laten. Op zijn Gronings, ik ken hem nou wel. Ik wil het alleen over inhoud hebben. En als het niet over inhoud gaat, dan ga ik weg. Hij was volstrekt de juiste figuur ook die daar op dat moment in te zetten. Hè? Want ze waren gewoon bang voor hem. Ik bedoel, het is een echt, het is een heel bijzondere man. Maar dat is wat zij bedoelen. He, dat is wat hij met inhoud bedoelt en wat Sigrid Kaag bedoelt. En die had het over ideologie. Dat moet er komen. Ze hield die toespraak op een beetje vreemd moment. Maar het was wel heel essentieel waar het om gaat. En nieuwe ideologie, die kun je niet opleggen. Dan heb je een dictatuur natuurlijk. Dat kan helemaal niet. Daar is ook geen sprake van. Het is heel moeilijk om dat te ontwikkelen. He. Het onderwijs speelt daar een rol in, niet om het te leren, maar om het te laten zien. Op grond waarvan mensen samenlevingen hebben gesticht. Vanaf de vroegste tijden tot nu. Op grond waarvan? De hele tijd op grond van uitgangspunten. En van gedachten en van wensen en van dromen. Over Cocagne, Lekkerland enzovoort, enzovoort, enzovoort. En hoe ze dat vertaald hebben in gedragsvormen. En dan merkt u ook dat Nederland daarbij een... Dus in die koopmansmoraal die vrijheid dan gaat formuleren, dat Nederland daar echt heel vroeg in is. Ze hebben het Erasmus natuurlijk. Natuurlijk Erasmus. Die in een vrije staat zijn de tongen vrij. Die heeft het zelfs over vrijheid van meningsuiting, Erasmus. In een vrije staat zijn de tongen vrij. Nou, daar was men nog lang niet aan toe. Maar vrijheid van geweten, hè, dat was ook buitengewoon belangrijk. Dat er geen aanleiding meer was tot de tortuur, tot martelingen, om iemand te ontlokken wat hij of zij dacht. Hè, wat voor ketterse ideeën of wat dan ook zouden zijn. En ja, dat wou iemand niet zeggen en dan ging je martelen. En dat kon niet meer op het moment dat men vaststelde dat er vrijheid van geweten moest zijn. Dus je mocht denken wat je wou. Men was er in de 17e eeuw nog lang niet aan toe de staat om te zeggen, dan mag je allemaal overal vertellen wat je denkt en wat je wil. Nee, het was alleen de protestante kerk, de Nederlandse hervormde kerk, zeg maar. Die mocht zich naar buiten toe uiten. Maar er was een enorm tolerant beleid. Een enorme tolerantie, want anders kan je zo'n samenleving niet in stand houden. Er blijven tijdens de Republiek in de 17e eeuw blijft 40% van de bevolking van Amsterdam blijft katholiek. In steden als Alkmaar, Haarlem, Utrecht, Deventer blijft een meerderheid van de bevolking katholiek. En die moet je natuurlijk wel de kans geven. Schuilkerken natuurlijk. Gidsen nu van schuilkerken die hebben de neiging om te doen alsof katholieken met opgeslagen kraag naar binnen slopen en niemand mocht het zien. En dat je dan op die wijze je geloof. En als je betrapt werd, dat je dan als het ware meteen op de brandstapel gegooid werd. Nou, er zijn sprake van, die kerken waren allemaal gebouwd, niet alleen in Amsterdam, maar ze zijn in alle grote steden geweest. Gebouwd door Calvinistische ondernemers. En de schout kwam in Amsterdam elk half jaar recognitiegeld vragen. En vroeg of het naar genoegen was geweest en of het allemaal goed liep. En ja, moest je wel voor betalen natuurlijk, want we blijven kooplieden, natie. En dat is heel belangrijk. U weet, als je iets van Nederland wil begrijpen in die ontwikkeling, dat je die koopmansmoraal, want daar is ook die vrijheid geboren. Handel betekent tolerantie. Handel en tolerantie zijn heel sterk met elkaar verbonden. En handel en vrijheid ook.
op wonderbaarlijke wijze heeft zich dat in de IJsselstreek, Zwolle, Deventer, Zutphen, Doesburg, dat soort steden, heeft zich dat daar niet toevallig met elkaar verbonden. Daar ontstond een moderne devotie die zeer op het individu, de leek, wees. En die zei, je moet zelf persoonlijk, heb je de opdracht om je eigen weg naar het hiernamaals uit te stippelen. En die mensen, Geert Grote, een van de voormannen daarvan, die kwam uit een rijk koopmansgeslacht. En daar heerste die vrijheidsgedachte vrij de zeeën op. De merchant adventurer, zoals ze hem later noemden. Dus de koopman was niet een benepen iemand. Nee, dat was een avonturier in durf, een durfval die de zeeën optrok en vrijheid zocht om te handelen. En daar komt Hugo de Groot dan weer in beeld. Met, u weet er dat je heel goed kunt spreken over de BV Nederland. En ik las laatst een opmerking van Uelle Beck, die Franse schrijver. Een dwarse schrijver, hè, die toch heel bijzondere boeken heeft gemaakt, denk ik. En die was in Nederland en zei toen, om op zichzelf leuk te introduceren, van, oh, ik ben in Nederland, maar Nederland is geen land, Nederland is een onderneming. En dat was ook wel een typering die ook elders in de wereld niet geheel onbekend is. Handelsbelangen, die zijn buitengewoon sturend als het om dat vrijheidsbegrip gaat. Het heeft de aanleiding gegeven, men wilde die privileges behouden. Het heeft geleid tot nog veel meer opmerkelijke initiatieven en standpunten. Bijvoorbeeld gespreide macht. Zeer essentieel. Wij doen niet aan vorsten. Ja? De vorsten zijn ambtenaren, waren stadhouders. Daar ontstaat grote moeilijkheden ontstaan er heel tijd met de landsadvocaat en de stadhouder. Die is van het leger, dat is een oranje, dat is erfelijk. Dat deden ze stadhouders, maar de ambtenaar, hoe kan dat nou erfelijk zijn? Ja, dat was voor het aanzien in het buitenland. Handel weer, hè? Want als je een ambtenaar uitvaardigde, dat kon natuurlijk helemaal niet. Dus vandaar dat ze wel een zekere weelde moesten uitstralen, een status. En je kreeg dan ook die gespreide macht. Dat begint al in de middeleeuwen met de gilden, de broederschappen, al die partijen binnen zo'n stad die vaak flink konden vechten met elkaar binnen de stad. Maar die mee willen doen in de stadsregering. Het eerste parlement, 1428, Gent. Daar zitten ze allemaal, vertegenwoordigers, volksvertegenwoordiging, in een parlement waar ze mee mogen beslissen. Lage landen. Is opmerkelijk dat, en ik ga nu in de richting van een afronding, dat Hugo de Groot op een gegeven moment een omschrijving van vrijheid geeft die nog steeds door Nederlanders als eerste in enquêtes genoemd wordt. Dat is een hele zware traditie geworden. En dat is Hugo de Groot. Vrijheid is de mogelijkheid om te kiezen voor zelfontplooiing zonder dwang van buiten. Dat is van Hugo de Groot. Dat is niet uit de 20e, 21e eeuw. U weet dat het Sociaal en Cultureel Planbureau, die houdt twee jaarlijks een enquête. En daar wordt van alles gevraagd. Wordt ontzettend gescholden altijd in die enquête. Van wat vindt u van de regering in Den Haag? Zootje pluusjeplakkers die van hun niet een normaal beroep konden vinden. Nou ja, op een heel laag niveau wordt er gescholden. Het is die enquête die altijd dezelfde uitslag heeft. Want de laatste vraag van die enquête luidt altijd, eens in de twee jaar staat ook altijd uitvoerig in de krant. Hoe zou u tot slot uw eigen welbevinden omschrijven? En dan antwoordt dus al vanaf de jaren 80, circa 80% zeer tevreden. En dat is een merkwaardige opmerking. Als je daarvoor dus een ongeluk hebt gescholden op van dat niks deugt in dat land en allemaal verkeerd. Met mij gaat het goed, het land dat deugt helemaal niet. Maar dat is weer dat decentrale van Nederland. Dat horizontale, decentrale, dat zelf je vrijheid opeisen. Een laatste punt, en dan gelijk de afronding in. Dat is, en daarom zeg ik, dit zit zo sterk in die Nederlandse samenleving. Sterker, je vindt dit soort uitspraken die Hugo de Groot doet, maar niet alleen Hugo de Groot. Hij heeft het erg van Hadrianus Junius ook, die gebruikt, een 16e eeuwse geschiedschrijver. Hij heeft het erg van Erasmus.
waar Willem van Oranje ook voortdurend... Willem van Oranje was geen geleerde, hij was iets humanistisch... maar hij had wel mensen om zich heen die hem heel goed voeden. Mensen als Korenhert bijvoorbeeld. En ook Erasmus, hij kent Erasmus. Want hij kent een hele oude secretaris van Korenhert... en die is ook secretaris van Erasmus geweest. Hij heeft ook een direct lijntje, had hij daarmee. Die Willem van Oranje die in 1564 een fantastische toespraak houdt... in de Raad van State. En dat zou een van de beroemdste toespraken ter wereld geweest zijn... waren het niet dat we de tekst niet hebben. Maar alleen een verslag. Ja, u denkt, ik zou nou iets ridicules te vertellen. Nee, er is een verslag gemaakt. Twee verslagen onafhankelijk van elkaar. Een vrij uitvoerig verslag met een paar citaten. En een van die citaten die luidt... het gaat niet aan dat een vorst regeert over het geweten van de onderdanen. Dat zegt Willem van Oranje, 1564. Terwijl iedereen naar huis wil, het is 31 december, ze willen naar huis. En hij urenlange toespraak. Hij kon ontzettend goede toespraken houden. Helaas is dat zo weinig overgeleverd. En dus ook iemand als Erasmus had natuurlijk enorm veel invloed... want dat was een bestuurder, die bracht dat zo naar voren. De laatste opmerking, de Bataafse mythe. Want ik zei, Nederland, de Lage Landen, zijn hier vroeg mee. En dat heeft te maken met die handel, met de onderneming. De Bataafse mythe. Dat is wat die Hadrianus Junius deed... En dat is een mythe, want dat is bijna uit de grond gestampt. U weet dat alle samenlevingen heel graag aan het begin van hun samenleving... een ideaal tijdperk zetten. Ideaal tijdperk, dat heette de gouden tijd in de klassieke oudheid. Nou, paradijs, het aardse paradijs, waar alles helemaal is. Dan doen de mensen iets fout, dan worden de goden boos. Die nemen wraak, dat is een verklaringsmodel voor alle ellende in de aarde. Ja, ze zijn boos, God en de goden. Maar je kunt het weer goed maken als je de priesters volgt, enzovoort, enzovoort. En dan kun je toch nog... Dat is een soort format dat veel religies, zeker rond de Middellandse Zee, beheerst. En in dat kader is in de Lage Landen de Bataafse mythe ontworpen. En daarmee bedoelde men de Bataven, Betuwe, herinnert daar nog aan. Maar met de Bataven bedoelde men iedereen die boven de grote rivieren woonde. Dus ook Hollanders, Friezen, Gelderen, mensen uit Gelderen allemaal, dat waren Bataven. En die Bataven die waren een zeer vreedzaam volk. Die één keer per maand namen de mannen besluiten onder een eikenboom. En dan was meteen alles geregeld. Dus er was verder geen punt. En ze waren gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid, dat stond hoog in hun vaandel. Volstrekte gelijkwaardigheid tussen iedereen. En die Bataafse mythe die is gebruikt om te laten zien... dat wij ons niet tot slaaf laten maken. Hij hanteert het begrip slaaf ook... En hij zegt, want wij waren partners van de Romeinen. Denkt u aan Julius Civilis of Claudius Civilis, weet je wel. Die komt in opstand. Maar die zat in die Romeinse legioenen, cohorten. En dan was hij een leider. Maar op volle basis van gelijkheid. En ze komen in opstand, die Bataven, tegen de Romeinen... omdat die Romeinen hen onderdanig behandelen, als slaven behandelen... inzetten. En dat pikken ze niet. Dat is de enige reden waarom ze dan gaan vechten. En daar wordt die vrijheidszin aan gekoppeld. Toen is het begonnen. En u weet dat Rembrandt dat gaat schilderen. En dat is een mythe die wordt op allerlei wijze wordt die aangedikt, uitgebreid. Maar altijd in het perspectief van vrijheid. Die Bataven hebben het uitgevonden. En die hebben ook laten zien hoe het werkt. Gelijkheid is ook iets dat in de Nederlandse samenleving ook buitengewoon leeft. U weet, we krijgen de Bataafse Republiek in de Franse tijd. Nou, en dan krijg je liberté, égalité, fraternité uit 1789. Dus vrijheid, gelijkheid, broederschap. En dan wordt bij ons in de eerste grondwet, 1798, maar dat was uit de Franse tijd, dat is de eerste grondwet, daar werd dus in Nederland... werd het omgedraaid. En daar begon het dus met... daar zet men egalité voor op. Gelijkwaardigheid. En wat men zegt... en dat is dus ook wat Hugo de Groot zegt. Want die behandelt dit op basis van Hadrianus Junius. Die zegt van... zonder gelijkwaardigheid kan er geen vrijheid bestaan. Dus dat pleidooi voor gelijkwaardigheid... ligt ook heel zwaar in deze vrijheidsopvatting. Ik sluit af.
Het is heel duidelijk, voor mij in ieder geval, dat als je denkt van waar moet dat heen? Hè? Wat iedere spiritualiteit, hoe zit dat dan? Geen houvaste, iedereen doet maar wat en haalt wat uit. Nou, nieuwe ideologieën, het onderwijs. Hè? Het onderwijs, dat is natuurlijk de plek. En misschien dat we dat begrip vrijheid en hoe dat in de geschiedenis werd opgevat en wat er nu gebeurt, de manier waarop mensen nu vrijheid in de mond nemen, dat we daar toch eens een goede lesprogramma's aan moeten wijden. Hoe je dat moet opvatten. Dat daar niets van die rare opvattingen wat mij betreft ontstaan over volstrekte autonomie. En dan sluit ik af met mijn wens om een nieuw motto onder het Nederlandse wapen te zetten. U weet wel, die leeuwen die tegen elkaar staan. We hebben alle landen en dan staat er een motto onder in Nederland in het Frans. Je maintiendrai. Dat vindt niemand erg in het Frans. Maar wat dat nou precies betekent, ik zal handhaven. Ik stel voor om dat te moderniseren tot iets dat veel meer in het centrum ligt van de Nederlandse samenleving. Namelijk moet kunnen. Dat hoor je dagelijks overal aan de patatkraam waar je ook komt, moet kunnen. En dat betekent een heleboel dingen. Want het betekent van, we gaan niks uit de weg, we kunnen alles, we pakken alles aan. Maar het betekent ook, het is heel bijzonder van die uitdrukking, moet kunnen. Het betekent ook, ik ben het er zelf niet helemaal mee eens. Maar het moet kunnen. Dank u wel. Dank u. Dank Herman Pleij, kom erbij zitten. Jij moet kunnen, dat is ook een titel van zijn boek misschien. Wilt u ook meer boeken verkopen? Komt u dichter bij me zitten. Dank u wel voor het leerzame vrijheidscollege. Ik zag ook al dat er geschreven werd. Dus volgens mij komen er hele mooie vragen aan. Dus als u thuis ook kijkt, stuur de vragen in. Ik wil alvast vragen, Henk Nelle, om daar te gaan zitten. Dan ga ik u voorstellen. Hij is emeritus hoogleraar, de Hugo de Groot-kenner van Nederland. In 2007 schreef hij een heel lijvige biografie. Heeft ook 2 prijzen daarvoor gekregen. Hier is Henk Nelle. Fijn dat u er ook bent. Dankjewel. Ik zag u ook schrijven. Zeker. Ik ben heel benieuwd. Wat is uw eerste reactie op het Vrijheidscollege? Ja, moet ik nu reactie aangeven op een lezing van een erudite generalist als Herman Pleij? Ja, daar voel ik me toch wel een beetje verlegen onder. Maar ik wil het graag doen, want hij heeft... Ja, momenteel is het 1 warrelboel in mijn hoofd, want hij heeft zoveel overhoop gehaald dat ik niet weet waar ik mee moet beginnen. Maar ik heb 3, daar was ik wel toe in staat, 3 kernwoorden opgeschreven. Vrijheid, tolerantie, gelijkwaardigheid. En die dingen kun je eigenlijk rechtstreeks koppelen aan Hugo de Groot. En dat zou ik ook graag willen doen. Maar ik wil ook niet te lang blijven praten. Ja, wij willen dat graag weten. Komt u het aan Hugo de Groot? Heel graag. Ja, vrijheid, dat geldt zeker voor Hugo de Groot. We denken meteen aan de Vrije Zee. Hij verkondigde dat die paus onzin verkondigde door het zuidelijk halfrond te verdelen tussen Spanje en Portugezen. Dan moest iedereen kunnen varen. Gelijkwaardigheid zat er ook heel sterk in het gedachtegoed van Hugo de Groot. Want hij verkondigde het idee dat die verre volkeren in de Oost, die waren ook soeverein. Terwijl heel veel Spanjaarden zeiden, ja, maar die Amerikanen, die Indianen, die doen aan kannibalisme, die hebben of hun kinderen op aan het geloof. Die zijn om die redenen eigenlijk niet in staat om volwaardige mensen genoemd te worden. En Hugo de Groot zei, dat is in principe fout. Je moet uitgaan van de gelijkwaardigheid van de mensen over heel de wereld. En ook van die volkeren daar. Daar staat natuurlijk hier heel iets bepaalds achter. Hij zei, als die mensen gelijkwaardig zijn, kunnen wij er ook contracten mee afsluiten die rechtsgeldig zijn. En als dus dat hij nou was pragmatisch. En hij was pragmatisch. En als die contracten werkcontracten worden, nou, dan levert dat in ieder geval de VOC heel veel geld op. En dan de tolerantie. Ja, dat is ook kenmerkend voor Hugo de Groot. Want hij was verwikkeld, Herman Pleij heeft het uitstekend uitgelegd, in die strijd tussen remonstranten en contra-remonstranten. En Hugo de Groot die zei, ja, ik ben eigenlijk een makelaar boven de partijen. Ik zal verkondigen, men moet elkaar verdragen. En daar stak nou juist het probleem, want die contra-remonstranten zeiden, ja, maar die andere partij, dat zijn ketters. Tolereren wij die binnen onze kerk, dan doen we daarmee God schade aan en roepen we het onheil over onze staat af. Dus ze kregen ruzie en Hugo de Groot kon nog verkondigen wat hij wilde aan tolerantie, maar dat werd natuurlijk niet gepikt, want het typische voor een kerk is dat alle neuzen dezelfde richting in staan. En dan zie je iets heel merkwaardigs gebeuren. Dan gaat Hugo de Groot toch zeggen, tolerantie moet er zijn. Hij ging dus
tolerantie afdwingen. Samen met Oldenbarneveld. En u weet allemaal, er is eigenlijk één instantie die zich naar geen enkele autoriteit voegt. En dat is het persoonlijke geweten. Dus die contra-remonstranten, die gingen in de contramin. Die verbonden zich natuurlijk met predikanten, echte goeroes die volgelingen kweken. In de kerk zitten natuurlijk ook politici. En binnen de kortste keren sijpelt dat conflict door in het politieke gebeuren. Op zo'n manier dat eigenlijk politiek niet meer te bedrijven was. Dus er moest ingegrepen worden. En volledig terecht, zegt Maurits op een gegeven moment, ja, straks gaat de oorlog weer beginnen. Er was een bestandsperiode, maar we moeten straks weer klaarstaan om de Spanjaard te bestrijden. En die greep dus in met geweld en dwong dus Oldenbarneveld tot aftreden. En je ziet dat dus heel duidelijk aan. Hugo de Groot was inderdaad heel tolerant. Maar ja, als je tolerantie gaat afdwingen, dan word je intolerant. En dat is eigenlijk in het kort het drama van het leven van Hugo de Groot. Wat ik nog heel graag zou willen weten, hij leefde natuurlijk ten tijde van de slavernij, dat Nederland een slavenhandelaar was. Hoe dacht hij over de transatlantische slavernij, Hugo de Groot? Hugo de Groot ontkende het bestaan van dat begrip niet. Hij zei bijvoorbeeld, als een volk zich wil beschermen omdat het erg onder druk staat van buitenlandse mogendheden, dan kan het zich eigenlijk verkopen aan een vorst of een heerser. En dan wordt het in feite, reduceert het zichzelf tot een slavenvolk. Hij accepteerde het verschijnsel als zodanig, gewoon omdat het ook in het Romeins-rechtelijke gedachtegoed volledig was verankerd. Dus hij werkte met dat idee. Alles vanuit handel dus. Ja, maar hij zei bijvoorbeeld ook, samen met Aristoteles, of juist tegen Aristoteles, van nature zijn er geen mensen slaven. Men kan het alleen door een juridische beslissing worden. Dus hij bekeek dat eigenlijk hier op een legalistische manier als een jurist. Je moet slavernij, daar moet je over kunnen theoretiseren, daar moet je mee kunnen werken, omdat het nu eenmaal in onze wereld bestaat. Ja. En u zei net, u had allemaal warrigheid in uw hoofd. Dat is sowieso zeker niet overgekomen. Wat is uw reactie op wat Henk Nelle net vertelde? Heel to the point. En een mooi beeld. Duidelijk, de kenner van Hugo de Groot. Die opvatting over de vreemde volkeren, die heeft inderdaad twee kanten. Hè? Dus aan de ene kant van barbaars zijn een soort dieren, hè, die vreten elkaar op en al dat soort. De meest spectaculaire voorbeelden worden daarvan gegeven. Vanaf de 15e eeuw wordt ook een soort horrorliteratuur bij de drukpers. Maar aan de andere kant is er ook, en die is net zo stevig, en ook in die boekjes die voor de populaire pers worden gemaakt, gebaseerd op de Columbus, Vasco da Gama, hè, die dan een beetje met plaatjes worden opgeluisterd voor een breed publiek. Dat is de zuiverheid van de nobele wilde, die niet verpest is door geleerdheid. Bedenk goed dat dat sterk in het christendom zit. Ik zit hier wel in een eigenaardige plek. Zo. Jij bedacht. Dus, nee, geef verder niet. En dat is van die nobele wilde, die is niet verpest door geleerdheid. En je weet dat in het christendom geleerdheid een beetje een probleem is. Zeker de eerste eeuwen, maar eigenlijk aan het eind van de middeleeuwen ook nog steeds. Want Adam en Eva, die snoepen van de boom van de kennis van goed en kwaad. En dat heeft dus kennis als dat is een wapen van de duivel. Ja, en daar hebben die mensen geen last van. Dat idee van die nobele wilde is niet iets wat eigenlijk pas in de verlichting echt gemaakt. Nee. Dat is al veel ouder. 15e eeuw is dat sterk aanwezig. Dus, kijk, ze hebben maar één klein weeffoutje, namelijk ze moeten gedoopt worden, maar dan is het meteen klaar. Oh, dan is en dan zijn het voor elkaar. Maar ze zijn zuiver en onnozel. Denk even aan het begrip onnozelheid in de Bijbel. Ja. He, en dat hoort er ook bij. En daar heeft volgens mij Hugo de Groot het ook over. Ja. Ik wil naar vragen gaan. Laten we beginnen bij vragen uit de zaal. Ik krijg ook een iPad met vragen van thuis. Wie heeft er een vraag? Dit is echt een kans, hè? Deze twee meneer, enorme kennis zit hier. Wie heeft er een vraag? Ja. Allereerst, beide sprekers, zeer bedankt voor gedreven betoog. U noemde Houellebecq, was niet de enige Franse schrijver die het over Nederland gehad heeft, want er waren eerdere eeuwen verschillende geweest die in Amsterdam hun werken schreven, omdat ze hun werken in Parijs niet gepubliceerd kregen. Een van hen heeft dus gezegd, als je met een Nederlandse dominee of priester over theologie en over God spreekt,
Dan praat hij een Nederlander binnen 10 minuten over geld. Maar hij gelooft diepgaand dat het hetzelfde onderwerp is. Nee, die geluiden inderdaad uit... sorry, ik onderbreek u. De anekdote is niet van mij, maar is van die Fransman. Wat ik beide heren wilde vragen is... De Mare Librum. Ja. Dat wordt verkocht, ik zeg het even heel onaardig... Dat wordt verkocht als de vrijheid verdedigen. Was dat niet ook een spreker namens al die kooplieden... die op dat moment op de grote zeeën... de macht hadden. Ja, ik geloof dat jij zei heel terecht van de aardbol is verdeeld tussen de Portugezen en de Spanjaarden door de paus. En daar in die slipstream zit Hugo de Groot volgens mij heel duidelijk. Ja. En die zegt vrije concurrentie, vrije vaart. Dat is echt koopmansmoraal, maar dan op een hoog juridisch niveau. Ja. Dat is waar hij... Verdedigd met het simpele idee van God heeft delfstoffen en allerlei industrieproducten niet gelijkmatig over de wereld verdeeld. En daarom is handel eigenlijk iets wat... in de menselijke aard ingebakken zit. En door daar tegen in te gaan, ga je tegen die aard in en tegen het natuurrecht. Ja. En er komt ook nog theologie bij. En dat is een beetje angstaanjagende theologie uit de middeleeuwen... die ook tot zeer onaangenaam kolonialisme heeft geleid. Dat is, en er worden de Cisterciensers hebben die theologie ontwerpen... dat is die hervormingsbeweging binnen... de Benedictijnerorde in de 12e eeuw. Bernard van Clairvaux, die een groot mysticus uit de middeleeuwen... is verbonden met die Cisterciensers. Die ontwerpen de theologie dat... en dat is weer een verklaringsmodel. Theologie is heel vaak een verklaringsmodel voor wat je om je heen ziet. En hoe komt het dat er op aarde zoveel woeste plekken zijn? En dat had dus ook zo'n consequenties voor de lage landen. Want dat was één grote blubberbak waar overal wind en regen enzovoort. Dat was duidelijk niet af. En die ontwierpen de theologie dat God met opzet de schepping niet voltooid had. En dat had hij best gekund natuurlijk in 6 dagen. Maar met opzet had hij de Provence, de Pyreneeën... men noemde ook die gebieden. Dat waren woeste gebieden in de middeleeuwen. En dat had hij zo gelaten voor zijn uitverkoren kinderen. En daar komt die uitverkoren volkgedachte vandaan. 18e eeuw Amerika, of 17e eeuw begint het allemaal... vooral in de 18e eeuw in Amerika... van dat een kaal land is, wat dus helemaal niet zo is... maar een kaal land is dat in cultuur gebracht moet worden. Dat is een goddelijke opdracht. Maar ja, het nabije Oosten ook. De Palestina is... Israël, dat is ook heel vaak in naam gegaan van het uitverkoren volk. En ook hier, zelfs de dominees nemen deze gedachte graag over in de 16e eeuw... bij al de inpolderingen en noemen zich onderaannemers van God. En dat bedoelen ze heel serieus, onderaannemers van God. En dat is natuurlijk aardig als je je uitroept tot uitverkoren volk. Ja, dan kun je vreselijke dingen doen. Is dat typisch voor de lage landen dan? Men heeft daar hier zeer veel gebruik van gemaakt om dat te doen. Omdat men heel makkelijk en snel kon zeggen van... Kijk, dat ligt heel gevoelig, het scheppen van land. Dat wordt in de middeleeuwen ook... Dat is een andere beweging uit de middeleeuwen. Die zegt, scheppen van land is voorbehouden aan God. En als mensen dat zelf gaan doen, dat kan helemaal niet. Dat is onmiddellijk tegen het gezag. Bovendien hebben ze het afgepikt van de kikkers en de vissen. Want daar hoort het van. En er komt in de Engelse oorlogen in de 17e eeuw... een meneer Andrew Marvel, die maakt spotversen tegen de Hollanders. En een van de beroemdste is dat hij zegt... dat is helemaal niet jullie grond. Dat is Engelse grond die van de oostkust is afgeslagen door westerstormen. En die is daar dus weer sedentair geworden. En dat zegt Napoleon ook nog, die zegt van het is Franse grond. En dat speelt gewoon bij de Bataan. Henk, ik kom er nauwelijks tussen. Ik wil het wel even proberen. Ik wil er even inhaken op wat Herman Pleij zegt en op uw vraag ingaan. Mare Liberum was een hoofdstuk uit een groter werk, De Jure Praede, over het recht op buitmaken, gericht tegen Spanje en Portugal. De argumentatie was, in een oorlog mag je de vijand afbreuk doen. Dat is juridisch volledig verdedigen. En daar zie je ook weer dat Hugo de Groot werkte vanuit dat idee van... we moeten onze staat, onze opkomende staat... die nog beschouwd werd als een rebellennatie... die moeten we diplomatieke status geven. We moeten eigenlijk erkend worden door de andere volkeren. En dat kunnen we alleen maar doen door die oorlog tegen Spanje te winnen. En je ziet dus ook, dat is eigenlijk een heel conglomeraat van belangen. Dat recht op buit. Het idee dat de Verenigde Oost-Indische Compagnie... die moest blijven bestaan als een belangrijke economische ader... van de Republiek. En je ziet dus dat Hugo de Groot inderdaad heel sterk is ingeschakeld geweest in dat geweldige streven om als Nederlandse staat
boven water te komen, ons te kunnen handhaven. Je maintien dree, volgens mij betekende dat of niet? Ja, dat is van de Nassau's natuurlijk. Daar is het al uit. Er is nog een vraag, volgens Jazeker. Mij. Ja. Ja, u heeft gesproken over de scheiding van kerk en staat. En u hebt ook een pleidooi gehouden voor ideologieën. Dat die weer zouden moeten worden uitgevonden. Ik vraag me af, hoe absoluut is dat scheiding van kerk en staat? Want het is juist zo belangrijk, en daar heeft Hugo de Groot ook op gewezen, dat uiteindelijk de overheid het laatste woord heeft over interne kerkelijke aangelegenheden. Heeft hij zelfs een boek over geschreven. Ja. Dus dat is niet bepaald scheiding van kerk en staat. Dus hoe sterk is de scheiding tussen kerk en staat nou werkelijk? Ja, daar mis ik de kennis voor om dat precies te kunnen formuleren. Maar de scheiding tussen kerk en staat, dus dat een staat niet ingericht wordt door de theologie, door de kerk, is een verworvenheid bij de moderne staatsvorming na de middeleeuwen. Dat je dat doet. Hoe dat verder precies zich vertoont. Ik maak alleen maar een opmerking van essayistische aard. Maar, nou ja. Daar kan ik aan toevoegen dat die scheiding tussen kerk en staat feitelijk niet bestond. Het was compleet verweven. Ja. Was ook het idee onder de meeste burgers. U moet me corrigeren als ik het verkeerd heb. Het idee dat als je atheïst was, dan kon je een vereniging van atheïsten kon nooit zich als staat handhaven. Dat zou altijd volledig verkeerd op aflopen. Ja. Dus het was volledig verweven. En het merkwaardige is in de tijd van Hugo de Groot dat die theologen, die predikanten, die streven juist, en dat hebt u heel goed benadrukt, naar autonomie. Die willen eigenlijk binnen hun kerk alles zelf kunnen uitmaken. En inderdaad, ze streven ernaar om een staat binnen de staat te vormen. En dan komen mensen als Oldenbarnevelt en Hugo de Groot in opstand, dat zijn regenten puur sang. En die zeggen, nee, uiteindelijk moet het politieke belang de doorslag geven. Bijvoorbeeld in het streven naar allianties om ons tegen Habsburg, tegen Spanje te kunnen keren. En dat betekende dat ze dus samen gingen met Frankrijk. Een katholieke macht, wat erg tegen de zin van de predikanten was. Want het was niet in het belang van het internationale Calvinisme. Ja, eerst een vraag van u thuis. En de vraag luidt, had Hugo de Groot ook in een ander land zoveel kunnen publiceren? Henk Nelle. Ja, het is natuurlijk een moeilijk te beantwoorden vraag. Maar wat ik wel weet, is dat Hugo de Groot een heel goede propagandist was. Die had het idee van, ik moet samenwerken met goede drukkers. Er moet gedrukt worden op goed papier, brede marges, grote letter, want mijn boeken moeten gelezen worden. En dan moeten ze niet alleen gepubliceerd worden, maar ook nog eens vertaald en weer gepubliceerd. Hij was zeer sterk in de marketing. Ja. En je kunt nu nog op edities wijzen die door Johan Blauw, de man van de Atlas, zijn verzorgd voor Hugo de Groot. En dat zijn werkelijk, nou, dat zijn juweeltjes die nu nog, als je die boeken onder ogen krijgt, dan is het gewoon een plezier om te lezen. Zo is die typografie ingericht met verstand van zaken en fantastische indices. Je kunt meteen via de registers kun je je weg in zo'n boek vinden. Dat is werkelijk. Nou, het is daar echt uw levenswerk. Ja, daar raak ik enthousiast van. Als je, ik merk het helemaal. Gaat helemaal blijf van zitten. Er is nog een vraag. Sorry. Ja, ik wil even inhaken op de woorden van de president van de Hoge Raad, Dieneke de Groot. Die noemde het bekende motto van Hugo de Groot, ubi judicia deficiunt incipit bellum. Ik heb het er wel eens eerder over gehad met Henk Nijlen, maar zou die uitspraak niet een andere vertaling behoeven in de context van het recht op buit? Ik kan daar iets over zeggen. Hij is geciteerd vanavond en de vertaling is toen gegeven als waar de rechtspraak tekortschiet, begint de oorlog. Dus met het idee van, nou, als het in rechtspreken niet deugt, dan krijg je binnen de kortste keren honger. Dus dan gaat het verkeerd in de staat. Maar Hugo de Groot heeft toevalligerwijze die uitspraak helemaal anders bedoeld. Hij heeft gezegd, wanneer het recht niet voldoet, wanneer je dus niet je recht kunt halen via de rechter, dan ben je gerechtigd om erop los te slaan. Dan mag je geweld gebruiken.
Dus dat is zo heeft hij het ook in zijn boek De Jure Belli Ac Pacis naar voren gebracht. Maar tegelijkertijd heeft hij ook gepleit voor een heel een bredere vorm van natuurrecht, waarbij toegefelijkheid, vrijgevigheid, goedertierendheid, naaste liefde de doorslag geeft. Hij was dus geen pacifist. Hij was een realist in politiek opzicht, maar hij had ook grote waardering, of in ieder geval oog voor wat een christen betaamde in allerlei juridische en morele vragen. Dank. Ik zie daar nog een vraag. Ja, deze meneer. Ja. Een kleine opmerking over kerk en staat scheiden. U gaat nu uit van dat de staat scheidt van de kerk, maar ik had altijd de indruk dat de kerk scheidde van de staat. In die periode dat veel armoede was en veel mensen bij de kerk aanklopten en de kerk die druk niet aankon, is in Delft, zullen we zeggen, toen die Kamer van Charitate opgezet. En daar dus de scheiding gemaakt tussen kerk en staat. Ja. Dus dat samen de lasten daar. Daar wil ik graag op reageren. Ja. Want nee, niet om u dat te betwisten, maar de lage landen kenmerken zich ook door de eerste armenzorg als overheidstaak. Die het van de kerk weghalen. En dat begint al in de middeleeuwen. In de 15e eeuw, in Brugge en in Ieper. Dat zijn de eerste voorbeelden dat men zegt, dat is niet aan de kerk, want dat systeem, dat kerkelijke systeem, dat is statisch. Dat houdt dus de armoede in stand. Want daar zit de redenering achter, do ut des, staat twee keer in de evangelie, geef opdat je gegeven wordt. Dus de rijken, de welgestelden, moesten de kans krijgen om goede werken te doen. Dus je had armen nodig, moest ook blijven. En dat is een heel, heel cynisch systeem dat doorbroken wordt in de Lage Landen. En dus eerst in Brugge en Ieper, dat slaat over naar Leiden, Jan van Hout. En dat gaat naar Haarlem, Koornert gaat zich ermee bemoeien. En dan Amsterdam. En dan krijg je overal dus van die tewerkstellingen. Hè, van, ze moeten dan een vak leren naar de mate van hun mogelijkheden. En ze krijgen de voedsel. En het brengt ook een toerisme op gang. In Amsterdam met name wordt het een toeristisch item. Dus buitenlanders komen dan kijken in de 17e eeuw, begin van de 17e eeuw, van hoe dat in zijn werk ging. En daar moesten ze wel voor betalen natuurlijk. Want dank u wel. Ja. Nog een vraag, dacht ik. Nee? Nou, dan heb ik nog een vraag. Als het gaat om vrijheid in deze tijd, wat kunnen we leren van Hugo de Groot? Volgens mij hebben we het daarover gehad. Ja, maar ze... Nee, nou, dat hij het nadrukkelijk bindt, heel pragmatisch aan... Dus dat is wat ik daar dan van zeg. Dat hij dat heel pragmatisch bindt aan het instand houden van de samenleving en het bevorderen van welvaart en het vestigen van het algemeen belang. Want dat is heel belangrijk. En dat kan alleen maar door handel. En handel betekent vrijheid en handel betekent tolerantie. Dus meer, dat zijn... meer handel. Ja, maar dat is dus niet fout. Dat, hij brengt dat heel nadrukkelijk, omdat hij daar dus ook deugden en gemoedsgesteldheden mee verbindt. Want je wordt er tolerant van en je krijgt een vrijheidszin en die heb je nodig om je te kunnen ontwikkelen. Want centraal, en dat laat ik het zo zeggen, de meest centrale opmerking van hem vind ik dat hij zegt, in een vrij land moet je de kans krijgen om je te kunnen ontplooien. Zonder gezag van boven. Zonder dat mensen dat zeggen. En dat zeggen Nederlanders dus nog steeds in meerderheid. En maar ja. Hij heeft het voor het eerst gezegd. Mag ik er ook mijn zegje bij doen? Zeker. U mag zelfs afsluiten. Nou, dat is echt te veel eer, maar ik wil dit zeggen. Je ziet in dat denken over Hugo de Groot ook een sterke ontwikkeling. Hè. Rond 1900 was het echt een heilige. Toen werd ook het plan gemaakt om zijn briefwisseling uit te geven, zijn werken. En dat is eigenlijk in onze tijd is dat beeld toch langzamerhand afgebroken. Want nu gaan er stemmen op. Hij stond aan de wieg van het Nederlandse kolonialisme. Ja. Hij verdedigde slavernij. Hij verdedigde absolutisme. En als ik daar dan tegen in moet gaan, dan zeg ik dat is allemaal waar. Maar waarom is iemand als Hugo de Groot mij nou lief? Dat is toch op de eerste plaats omdat het een man was van een ethische opvatting van de godsdienst. Hij zei, het gaat niet om de dogma's. Je moet elkaar niet bestrijden op de communie en op het avondmaal of wat dan ook. Nee, het gaat om de dagelijkse praxis van de christelijke gelovigen. Je moet de strijd in jezelf voeren en dat kan alleen maar leiden tot een betere maatschappij. En dat hield ook verband met het feit dat Hugo de Groot dat geloof ook niet verdedigde als een absolute
waarheid. Hij zei, zo'n bovennatuurlijke claim, die kun je heel goed verdedigen, maar dat is altijd op zekere hoogte, want het is geen wiskundige stelling, die biedt zekerheid, maar bij het geloof is het altijd ook een worsteling om voor jezelf vast te stellen, dat is wat ik geloof. En dat betekende dus dat hij ook nooit ertoe kwam om te zeggen, je mag anderen tot een bepaalde vorm van geloof dwingen. En dat is het werkelijke tolerante gedachtegoed in Hugo de Groot. En ik denk dat dat ook ja. naderhand door heel veel gelovigen is opgepikt in de 18e en 19e ja. eeuw. Dank. Dank Henk Nelle en dank Herman Pleij. Applaus. En morgen zien we Henk Nelle weer. Dan zijn we in Delft met columnist en journalist Sheila Sitalsink. Dan is hij dus weer bij. Dan zijn we in Museum Prinsenhof in Delft. En daar zijn nog kaarten voor. Dus als u wilt komen, u bent van harte welkom. En volgende week zijn er ook nog twee colleges. Namelijk Blauwzoen op dinsdag in het Rijksmuseum. En op slot Loevestein hebben we natuurlijk Gijs Tuinman, die ook heel mooi kan spreken. Dus kom er naartoe. We hebben u nodig. Ik vind het heel gezellig als u erbij bent. Op vrijheidscollege.nl kunt u zien of er nog kaarten zijn. Dank u wel thuis en dank u wel dat u hier erbij wilde zijn. En natuurlijk dank aan de Hoge Raad voor uw gastvrijheid. Dank u wel. Fijne avond. APPLAUS